Ieder jaar worden de tonnen landzaad vanuit Hogeveen verhandeld. En interieur samenstellen, zo makkelijk is dat niet. En oude meubels, die gooi je niet weg. U kijkt naar Ondernemer in Drenthe. Vanuit de ondernemersfabriek De Compaan in Hogeveen komen we vandaag met drie gasten naast mij. En dat zijn Bertus ten Kaat van meubelstoffeerderij ten Kaat uit Hogeveen. Lottie Borg van Lottie Borg Interieur uit Hogeveen. En Henk van der Wal van de zaadhandel van der Wal uit Hogeveen. Drie hele verschillende dingen doen jullie, Henk van der Wal. Als ik bij jou mag beginnen, zaadhandel al jaren, hè? Al jaren, sinds 1922. Zo, dus bijna 100 jaar. Bijna 100 jaar, klopt, ja. Als familiebedrijf? Als familiebedrijf. Mijn opa is er ooit mee begonnen. En ik ben de derde generatie. En wat doen jullie? Zaad verpakken, verkopen door heel Nederland, ja, en zelfs in België. Groente, hè? Groentezaden, bloemzaden, pootgoed, pootaardappelen. En hoe komen jullie eraan? Hoe is jullie familie ooit zo begonnen dan? Mijn grootvader was ooit bakker in Noord-Groningen. En ja, dan moet je eventjes kijken in de tijdspannen 1910, 1920. Er was misschien wat te weinig aan grondstoffen, hij was bakker. Dus hij zorgde voor zijn eigen meel. Dus hij kocht waarschijnlijk die graan op de korenbeurs in Groningen. Ja. Ging ermee naar een akkerbouwer in zijn omgeving. Liet daar tarwe verbouwen. En de lokale molenaar die maakte daar meel van. En zo had hij een grondstof om zijn boterham te verdienen. En zo kwam hij van het een in het ander. En zo kwam hij van het een in het ander. Zoals de overlevering weet, had hij toen eigenlijk al iets met zaad. Ja. Maar ja, dat zijn van die hele kleine dingetjes. Vaak vraag je hoeveel kilo doen jullie dan in een jaar? Dat gaat in tonnen. In tonnen? Ja. Toch in tonnen nog wel? Ja, toch in tonnen. Ja. Van de ene misschien een kilo, van de andere misschien 100 gram. Ja? Maar ook wel soorten waar we wel 1000 of 1500 kilo van verpakken. En wat voor zaden zijn het dan? Granen, groentezaden, bloemzaden. Je kunt het... Vergeten groenten? Ook vergeten groenten. Of bijzondere groenten? Bijzondere groenten natuurlijk ook, ja. Oh ja, en dat gaat allemaal in die kleine zakjes? Dat gaat allemaal in die kleine zakjes, dat klopt. En dat doen jullie zelf? Dat doen we zelf, ja. En wie kopen die zaden? Consumenten, hobbytuinders. Ja? Uit Nederland en België? Uit Nederland en België. Als ik zeg België, Nederland helemaal, dan zal het online gaan dan? Dat gaat meest online. Wij hadden eigenlijk in de 70e jaren hadden we al een postorderservice. Dat we dus pakketjes versturen per post aan de hobbytuinders. En dat is met internet alleen maar meer geworden. Dus jullie waren de voorloper daarin? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, je had je eerste online winkel al. Ja. Dat is gewoon zo gegroeid uiteindelijk bij jullie? Dat is eigenlijk gegroeid, ja. Dat was eigenlijk onze hoofdbusiness, laat ik maar zo zeggen. Maar nu heb je nog wel een pand hier in het centrum. Dat gaat veranderen, want jullie gaan verhuizen. Dat is ook wel een winkel, hè? Ja. Is dat dan wel het meeste wat je dan verkoopt of is het meeste online? Nou, wij verkopen eigenlijk wel zo'n 95% van de zaden en meststoffen en aardappelen verkopen we online. Oh, dus eigenlijk heb je zo'n pand helemaal niet, tenminste, zo'n winkel dan niet nodig? De winkel is eigenlijk geen noodzaak voor ons. Nee. Alleen opslagruimte en een goede ruimte om je bedrijf voor te zetten in voor order pikken en verzenden. Hadden we toch wat meer ruimte nodig in Hogeveen, in het centrum. Ja, maar wordt het zo druk dan? Wordt het steeds drukker? Het wordt steeds meer, dat klopt. Gaan de mensen meer tuinieren of zo dan? Dat ook, ja. En de markt wordt groter. We exporteren ook nog wel een vrij groot percentage van onze omzet. Voor mij is het ook wel hot, hè, op het moment om... Het is hot, ja. Zeker de biologische. Eigen tuin. Biologisch tuinieren, zeker. Ja, heb je ook een tuin? Ik had een tuintje, okay. Ja, in Hogeveen. Ja, Bertus, heb jij een tuin? Ja, behoorlijk. Maar niet veel groentes, moet ik zeggen. Niet meer, nee. Want dan vraagt ze ontzettend veel tijd, met een geschoffel en zo. Ja, dat is zo. Ja. Ik heb meer fruit. Ja, oké. Wat is dan het meest populaire, wat je dan verkoopt? Groentezaad en pootaardappelen. Dat zijn eigenlijk de twee grote groepen. Ja, en biologisch ook nog, hè? En biologisch heel belangrijk, ja. Want, zeg je, heel belangrijk? Mensen zijn een beetje bewust aan het worden wat ze eten. Dat is denk ik het voornamelijke issue. Mm-hmm. En men wil dat als vrije tijdsbesteding natuurlijk ook doen. Ja, jullie gaan verhuizen, hè? Het is een ander pand. Je hebt nog een idee, dus misschien wel van groei. Ik verwacht nog wel een groei komende jaren, zeker. Ja. Met hoeveel mensen doen jullie dit eigenlijk? Vaste mensen alleen in de orderverwerking en in de verzending werken we met 6 man continu. 6 mensen.
Maar je verwacht dus nog wel dat er wat in zit? Wij verwachten nog wel een groei erin, zeker. Dus hoe verwacht je dat dan? Hoe denk je dan? Omdat wij de laatste jaren echt niks aan reclames hebben gedaan om de groei te laten groeien, om de omzet te laten groeien. Dus ik denk als we daar ons een klein beetje meer in die acquisitie gaan begeven, dat we toch wel wat... Meer reclame, naamsbekendheid. Een beetje ja, naamsbekend hebben we natuurlijk al. Maar we hebben eigenlijk altijd vrij rustig aangedaan met acquisitie, met nieuwe klanten werven, nieuwe reclames en adverteren in bladen en vakbladen en zo. Zijn er veel eigenlijk die hetzelfde doen als jullie? Weinig, denk ik. Heel weinig. Ja. Want anders is het vooral voor grote hoeveelheden. Nou ja, ik bedoel, als een detailist een verpakkingsmachine zet, dan moet je toch wel een bepaalde omzet hebben en een bepaalde hoeveelheid kunnen wegzetten. Anders heeft dat geen zin om een verpakkingsmachine neer te zetten. Nee, waar krijgen jullie alle zaden vandaan dan? Europa. En dan ga je zelf buitenland. Op pad? Ja, nou, we hebben onze vaste leveranciers natuurlijk. Ja. Dat, zijn dat een groot bedrijf, grote boeren? Die dat jullie zijn dan... selectiebedrijven, zijn dat die zeer gespecialiseerd zijn bijvoorbeeld in kool. Ja. En ook wel groothandelsimporteurs in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Engeland natuurlijk ook. Je doet het zelf, hè, onder je eigen naam. Je ligt niet bij de Welco, bij de Gamma, bij de Karwei, bij de, nou noem het wat op, wat voor winkels allemaal, kleurswijs. Ja. Waarom niet? Nou, wij geloven er eigenlijk in dat het zaad eigenlijk naar het eindverbruiker moet komen, dus de hobbytuinder. En niet dat het ergens in een zaadrek blijft hangen waar onze naam dan op staat en misschien dat het sneller in kiemkracht achteruit gaat. Wij waken voor onze kwaliteit en we willen graag dat het op de plek komt waar het ook wezen moet. Dus je kijkt ook heel goed wat je koopt ook? Dus, wij kijken wat we kopen en we kijken ook waar we het wegzetten, ja. Ja. Ja, als het niet kiemt, dan wordt het ook niks. Hè? Dan wordt het ook niks. Dan heb je een probleem met je zaad, toch? Ja, zo is het. Oké. Okay. We gaan eventjes buiten kijken. Kijken wat daar gebeurt. Van zo'n druif, daar je een hele mooie glas wijn van kunt maken. Dat vind ik uniek. Wijndruiven worden hier geteeld en dat doen we samen met mensen die hier komen voor dagbesteding. Een hele diverse doelgroep, mensen met autisme, mensen met dementie en mensen die een hekel hebben aan het woord dagbesteding. Dus ze komen hier voor begeleid vrijwilligerswerk. Nou ja, de druiven die zijn geoogst. Dus oogstjaar 2019 is achter de rug. En inmiddels staan we dus in een wijngaard volop in de herfsttooi. Ik vind het prachtig. Ik vind die herfstkleuren, dat is voor mij in ieder geval een teken van rust. Back to basic, lekker warm bij de kachel 's avonds en genieten van een glaasje wijn natuurlijk. Ja, we hebben inmiddels 12 soorten wien, denk ik. En we hebben 9 ingestuurd naar Wien. Ja, en 9 medailles. 2 goud, 6 zilver, 1 brons. We zijn 16 jaar bezig, waarvan 15 jaar Wien. Ja, en ja, dan met deze bekroning. Dit is een bekroning, laat ik het zo zeggen, op al, het, al die jaren werken ploeten. Wat we hier toepassen in de wijngaard, dat is muziek. Dus de druiven groeien hier op muziek. Inmiddels is de muziek stopgezet omdat het allemaal in rust is. Maar zodra het groeiseizoen weer begint, dan draait hier dus eigenlijk 24 uur per dag muziek. Ik heb 1 ras, de Solaris heb ik staan. Ja, dat is een witte druif. Ik heb er 10 jaar mee bezig geweest om hem überhaupt op productie te kunnen krijgen. Het is mij niet gelukt. We zijn met die muziek begonnen. Ja, en binnen 2 jaar staat hij op 4000 liter. En hij kwam weg van 600 liter. En binnen 2 jaar staat hij op 4000 liter. Dus dat is voor mij wel een bewijs dat het wel werkt. Ja.
De kwaliteit van de Nederlandse wijn is echt stukken verbeterd. In de jaren dat sinds dat wij bezig zijn en nu, zo van, is er echt een groot verschil. En het is natuurlijk niet voor niks dat wij prijzen winnen. En wij zijn ook niet de enige die prijzen wint. Dus Nederlandse wijn kan gewoon prima zijn. Terug in de ondernemersfabriek hier in Hogeveen. Lottie Borg van Lottie Borg Interieur, ook uit Hogeveen. Ja, interieur inrichting? Ja, woninginrichting inderdaad. Als je het over zaden hebt, is het misschien hip nu, hè? Ja. Biologisch, maar interieurs. Je kan de televisie niet aanzetten of je hebt weer zo'n programma. Ja. Heb ik je nog niet in gezien, eerlijk gezegd? Nee, nee, dat ambieer ik ook niet. Nee? Nee, nee. Het is toch een beetje, ja, we zijn lokaal natuurlijk aan het werk. En we zijn misschien daar ook wel iets te klein en misschien ook wel iets te behouden in om dat te gaan doen. Ja, lokaal zeg je. Ja. Waar zoek je je klanten dan? Nou, zoeken klanten. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat de klanten ons meestal vinden. Maar de grootste regio die we eigenlijk hebben is wel Hoogveen, Zuidwolde, Meppel. Maar we komen ook wel in Groningen, Haren, boven Groningen, Friesland zitten we ook wel. Ook wel eens wat, en dat doe je allemaal zelf dan? Ja. Of met meer mensen? Zelf. Nee. Mijn man die helpt me wel mee in het bedrijf. Ja. Die monteert en meet op. En ik heb nog een paar monteert meiden. Monteert en meet op? Ja. Bijvoorbeeld wanneer je een gordijn nodig hebt of een raamdecoratie. Ja, dat doen we ook. Je hebt geen meubelwinkel eigenlijk, hè? Je hebt geen winkel voor interieur en zo? Nee, nou, we hebben een studio aan huis. Ja. Dus het is wel klein, maar het is wel heel compact. En we laten daar echt wel heel veel zien wat we eigenlijk allemaal kunnen. En de items die daar staan, dat zijn eigenlijk ook wel de krenten uit de pap die ik dan haal en die ik daar ook presenteer. Als er iets is waar mensen altijd over twijfelen, is dat misschien wel het interieur van hun woning, of niet? Ja, klopt. Ja. Het is denk ik ook wel het gevaar dat mensen, of het gevaar, maar mensen weten niet wat er allemaal te koop is. He, ze komen binnenlopen en ze zijn bijvoorbeeld op zoek naar een gordijnstof en hangen bijvoorbeeld 30, 40, misschien wel 100 stalen. Ja, precies. Wat moet je zoeken? Ja. Ja, en wat past dan bij mij? En ik denk ook wel dat als je iets zoekt wat buiten je woning is, zeg maar, dat het lastiger is om het mee naar huis te nemen en dan weer te filteren. Dan dat je zegt, ja, ik kom eerst bij jullie thuis en dan zoeken we thuis, zoeken we alles uit. En dan heb je natuurlijk ook vaak met twee personen te maken die ook nog verschillend denken. Hè? Ja. Ja, man en vrouw. Ja. Maar komen ze bij jou ook dan wel met al kant-en-klare ideeën? Want dat komen bij ons wel voor namelijk. Ja. Ja, heel veel. Kijk, hebben ze op internet al gezocht en dan komen ze zelfs met de merknaam van de stof al aan. Klopt. Ja, Pinterest is eigenlijk wel een heel mooi medium. Ja, Pinterest. Ja. Nou weer. Ja. En voor ons trouwens ook hoor, om gebruik van te maken. Pinterest is een app waar je kunt zien wat anderen doen, ideeën op doen. Dus, en dat zie je dan wel. En ik adviseer het ook bij de klant. Als we dan soms eens in gesprek zijn en ik merk bijvoorbeeld dat ik ergens in de ruimte ben en ik kan niet helemaal bijvoorbeeld zien wat hun stijl is of waar ze naartoe willen. Vaak heb je dat mee te maken wanneer je bijvoorbeeld mensen hebt die een nieuwbouwwoning gaan bouwen. Die dan zeggen, ja, weet je, we willen graag een andere stijl. Dan zeg ik, nou, wat wil je dan? Of wat zoek je dan? Nou, dat vinden we lastig. Ik zeg, nou, pak het appje Pinterest. Maak een mapje aan. Nodig mij daarvoor uit. En dan kan ik wel door de tijd heen wel een rode draad vinden in wat jullie graag willen straks voor jullie in een nieuwe woning. Heb je dit altijd al gedaan? Zeg je altijd van, ik ga in het interieur? Ja en nee. Toen ik wat jonger was, wou ik eigenlijk de verzorging in. Toen ben ik toch de detailhandel gaan doen. En mijn ouders die hebben sinds 1980 ook een woninginrichting. En kijk, het was eigenlijk daar wel iets. Dan, ja, daar is het. Ja, dus het was wel iets waar ik altijd mee grootgebracht ben. En uiteindelijk toch ook wel de liefde voor het vak heb gevonden. Maar en, geen woninginrichtingwinkel, je hebt niet overgenomen van ze? Nee, dat heb ik niet. Nee. Dat zag je niet zitten dan? Nee, dat niet. Nee, want zij wonen dan in Stadskanaal Oost-Groningen en ik woon hier in Hoogveen. Oh ja. Dus ja. Nou, je kunt verhuizen. Ja, nee hoor, ik blijf hier. Oh, oké. Okay. Ja. Wat voor ideeën heb je eigenlijk nu? Want je bent nu zelf ondernemer, hè? Ja. Je kunt heel veel mensen helpen, misschien wel bedrijfsinrichtingen ook wel. Ja. Wat voor ideeën heb je zelf over je onderneming? Wat wil je? Ik denk dat ik het belangrijkste vind dat. Merk ik zelf een klik hebben met de mensen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En als je zegt, ja, ik wil heel graag groeien, dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn. Maar het kleine ondernemerschap bevalt me eigenlijk ook wel. Hè. Het is het vak wat we doen is heel persoonlijk. Dat merkt Bertus ook wel. En je krijgt bijvoorbeeld een antiek stoeltje binnen en er moet een stof op en dat moet passen in het interieur. Dus ja, de massa is niet hetgene wat we zoeken. Nee. We vinden het leuk dat we gewoon het persoonlijke contact blijven weten te houden met de klanten. En dat we uiteindelijk gewoon een mooi interieur op maat, passend bij het huis, bij het gezin.
Dat in massa is in jouw geval natuurlijk niet nodig. Hè? Dat is bij hem dan. Die heeft dan die massa nodig om te komen tot omzet. Ja, dat hebben wij niet nodig. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ja, we hebben dat niet nodig. Nou, je bent hier in de buurt aan het werk. Hè? Jeuken je handen als je ergens komt bij een bedrijf of een inrichting of weet ik veel. Denk van, jawel, hoor. Wil ik aan de gang? Ja, dat heb ik wel. Ja. Ik ga niet om een naam vragen, maar wat is er verkeerd dan? Wat is er verkeerd? Nee. Er is niks verkeerd. Er is ook nooit iets goed of er is iets fout. Het is vaak, de meeste mensen vinden het ook wel moeilijk om de juiste combinatie weten te vinden. Of er staat te veel, of ze maken echt groepjes van twee. Hè, misschien herkennen jullie dat wel, dat je in een fans... Jan de Bouvry, alles in het wit. Ja, bijvoorbeeld, ja, of weet je, dat je geen contrast weet te vinden. Of dat er bijvoorbeeld in een ruimte zoveel staat dat dus niks meer opvalt. Allemaal van dat soort dingen, dan help ik ze daar graag bij. Ja. Heb je al een inrichting geraakt voor je nieuwe bedrijf? Henk, of niet? Ja, nou, de inrichting staat er al grotendeels. Oké, dat is dan klaar. Ja. Maar dat is maar heel eenvoudig. Dat zijn maar magazijnstellingen. Ja. Ja, Bert, inrichting is vooral opslag, denk ik, voor jou. Hè? Ja, wij doen natuurlijk heel breed in reparatie. Maar meubelstoffering. Dus ook inrichting. Ja. En jullie kennen elkaar al, hè? Ja, klopt. Ja, wij zijn al 10, 12 jaar kom je bij ons. Ja, klopt. En kom je ook wel eens bij Bertus dan met stoelen die opgeknapt moeten worden? Nee, meer met het maken van kussens en dat soort dingen. Ja. Ja. En dan op maat, hè? Dus wij maken de dingen op maat, die zij dan met klanten. Ja. Hergebruik, is dat veel nu? Je ziet het wel met antieke dingen bijvoorbeeld en ook wel met... waar we het ook wel over gehad hebben, een beetje de designmeubelen, zeg maar. Daar zie je het echt wel... dat mensen bijvoorbeeld een Artifor of een Gelderland meubelstuk hebben... en dat ze dan zeggen, ja, we willen die toch wel houden... en die willen we dan graag herstofferen. En wat je op het moment ook weer ziet, wat weer een beetje terugkomt... dat is bijvoorbeeld één oud meubeltje bij een hele moderne inrichting. Ja. Ja. Dus dan hebben ze nog één oude rookstoel of de oude... Van opa. Die wordt dan in een moderne stijl opgeknapt. Ja. Precies. En dat maakt een meubel ook heel... uniek dan, hè? Ja. Dan is het emotionele waarde en toch een moderne vormgeving. Ja, precies. En daarin kun je heel veel doen, hoor. Ja. Er is nu op dit moment een campagne aan de gang. Dat is een campagne van Sieren. En dat gaat over hergebruik van zaken. Een gapend gat. In de broek waarin je paradeert. Die je flatteert. Lekker laat voelen met elke stap. Maakt het nog geen poetslap. Waardeer het. Repareer het. Ja, Bertus, dat is eigenlijk wat jij doet, hè, in je bedrijf, je meubelstoffeerderij. Wij doen eigenlijk al 40 jaar aan... Ja, wat zie je er nou? Oproep van jongens, doe dat allemaal. Waardeer het, repareer het. Ja. Ben je daar blij mee dan? Nou, het is niet zo dat wij dat nou direct merken, hoor. Er is in de reparatiesfeer... In die wereld is altijd wel een categorie mensen geweest die zuinig is en... hergebruik. Kijk, wij zeggen wel eens, als je vloerbedekking versleten is, dan koop je geen nieuw huis. Nee. Dat geldt eigenlijk voor een stoel ook. Hè? Als je stof versleten is, dan is de rest van het meubel nog helemaal goed. Tenzij het heel goedkoop is. Die, als je echt de China-bagger binnenhaalt, dan moet je zeggen 2 jaar en dan weg ermee. Ja. Maar we hebben zelfs, er is een bekende Nederlandse winkelketen, Scandinavische... leuke bankjes verkoopt. Nou, we hebben op onze webshop een afdeling kussens voor die bankjes. En dat wordt maandelijks bijna besteld. Wekelijks bijna. Ja, ja. Dat men zegt, het bankje is zo mooi. De stof ziet er nog goed uit. Maar de kussens die zijn helemaal niks meer. Dus kunnen er nieuwe kussens in. Ja, even voor onze beeld. Hè. Je hebt een meubelstoffeerderij. Hoe ziet dat eruit? Met hoeveel mensen doen jullie het? Nou, wij doen het echt met de familie. Met z'n drieën. Mijn vrouw, mijn zoon en ik. En hoe ziet dat eruit? Het is een soms behoorlijk chaotische toestand. Want ze komen van alle kanten met meubels binnen. Hè. Dus ja. En dan moet je opslaan. Dat moet allemaal neergezet worden. Je moet je ruimte hebben om je stoffen uit te stallen. Je moet knippen en snijden en plakken. Er staan naaimachines. Maar het is ambachtelijk werk. Hè? Dus het is allemaal handwerk. Ja, je bent een paar keer verhuisd. Hoe gaat zo'n verhuizing dan? Met al die spullen. Nou, dat is verschrikkelijk. We zijn nou net weer verhuisd. Ja? Maar kijk, als je 500, 600, 700, weet ik het hoeveel rollen stof...
moet vervoeren. Je moet het eerst uit een stelling halen, dan moet je die stelling afbreken, die moet je ergens anders weer opbouwen. Dan moet je de rolletjes één voor één en een beetje op kleur, anders wordt een klant ook gek. Als een klant binnenkomt zeggen we nou alle rode stofjes liggen een beetje bij elkaar, alle, zodat niet de klant helemaal gek wordt. Want dat komt natuurlijk ook voor, ja. Dat men zegt van ja, je hebt zoveel, ik kan hier niet uit kiezen. Is het nu anders dan in het verleden? Nou, het vak op zich is eigenlijk altijd al... Je hebt het 40 jaar volgehouden, ja. Dus ik bedoel, er is wel markt in ieder geval. Ik doe het vanaf mijn 15e en ik durf nou te bekennen, ik ben 67, dus ik doe het 52 jaar. En in die 52 jaar heb ik nooit langer dan, ik zweer het, 10 seconden zonder werk gezeten. Er is altijd werk. En dat heeft ook te maken met het simpele gegeven dat er... De meeste staffeerderijen waren en zijn klein, relatief klein. 1, 2 mensen. In het verleden was het zo dat men een beetje bang was om de concurrent op te leiden. Want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Je leidt iemand op en na een paar jaar zeggen ze... Doei, ik kan het zelf wel. Ja, en er zijn ook geen opleidingscentrum, zijn er ook bijna niet meer. Nou, het is er nog wel hoor. Zijn weer, in Zwolle toch? Ja, nou, Zwolle is nou gestopt. Maar in, ergens bij Utrecht in de buurt. En Amsterdam ook nog. Ja. Ja, want eigenlijk zeg je, jullie zijn z'n drieën, het is een familiebedrijf, maar het kan nog veel groter. Nou ja, als er maar vakmensen zouden zijn, dan is er echt ruimte voor meer. Hogeveen had ooit, toen ik begon in 79, toen was ik volgens mij de 7e of de 8e staffeerderij. Zo. En we zijn nou, er is nou weer een nieuwe uit Bijlen bijgekomen. Kruidhof, ik durf rustig hem te noemen, goede collega. Maar de rest is gestopt. Ja. Bij jou vaak draait het eigenlijk altijd om emotie dus. Vaak wel. In meubelstukken en zo die je brengt. Men hecht een natuurlijk, de materiële waarde is belangrijk. He, koop je een stuk, wat wij wel zeggen, geplastificeerd roggebrood met wat schuim erop. Of koop je een designmeubel wat echt uitgekiend en ook goed in elkaar zit. En daar zit natuurlijk wel een wereld van verschillen in. En dat is inderdaad. Maar wat zeg je tegen die klanten als ze dan komen met zo'n stuk uitgedroogd roggebrood? Neem maar weer mee. Ja, nee, dan zeggen wij ook heel eerlijk van, dit is niet de moeite waard om te stafferen. Want er zijn natuurlijk, kijk, wij geven doorgaans aan, herstaffering is tussen de 40% en 80% in geld uitgedrukt van de vergelijkbare nieuwwaarde. Als je nou komt en met een bankstelletje wat je bij een ramszaak hebt gekocht voor 600, ja, dan kunnen wij dat niet voor 400 herstafferen. Want dat weet je, dat is wel eens een misverstand. Maar door elkaar genomen weten de mensen dat ook wel, hoor. Je laat meubels staferen omdat ze A, je weet wat je hebt, je weet waar je in zit. Het zit goed, het zit perfect. Dat wil je weer. En dat doen wij ook. We maken een meubel ook precies zoals hij is ontworpen. Dus niet doe maar wat je kan. Nee, als een ontwerper misschien wel maanden bezig is geweest om een bepaald stiksel of weet ik wat in zo'n meubel te maken, dan moet dat ook weer in de herfstaffering terugkomen. Ja. Dus ja, en dat wordt ook gevraagd. Je maakt toch wel dat stikseltje zo, ja. Maar als er een paar mensen van school zouden komen nu... en dan kun jij al zeggen van, oké, kom maar, ik heb werk. Nou ja, in principe inderdaad zijn er plaatsen. Alleen het nare is in deze tijd dat iemand van 13 hetzelfde kan als iemand van 20. Alleen die van 20 die moet toch een behoorlijk loon hebben, terwijl hij eigenlijk nog niks kan. En dat is in zo'n relatief klein bedrijf natuurlijk altijd een heel groot probleem eigenlijk, hè? Ja. Kijk, ze zeggen vaak tegen ons van, als je zegt we hebben het druk, en dat zegt natuurlijk iedereen. Maar dan wordt er vaak gezegd van, nou dan neem je toch mensen aan. Maar zo simpel is het niet. Nee. Iemand moet echt het in de vingers hebben. Krijgen ook, door ervaringen. Maar dat kun je leren, of niet? Ja, die ervaring moet je leren. Alleen, ja, dat moet op mensen zien dan moet je, die het ook willen leren, ja. Dus ik heb stagiaires gehad. En op het moment toevallig net helemaal niet. Maar we hebben stagiaires gehad van... En daar waren erbij die wilden wel, maar die konden niet. Ik zie binnen een half uur of iemand het in zijn vingers heeft of niet. En we hebben ook stagiaires gehad die wel konden, maar niet wilden. Ja, ja. En ja, vind daar maar eens een weg in. Er wordt gauw geroepen, hebben we uitgeprobeerd zelfs voor een paar jaar terug.
samen met de VEPA hier in Hoogeveen. Om eens te kijken, van, is er op scholen belangstelling? Scholen hebben meegewerkt. We hebben de dag van de meubelstaffeerder bedacht. Ja. Het blijft lastig, begrijp ik wel. Ja, die jongelui die zeggen allemaal van, man, is saai. Ja, want die willen allemaal met hun telefoon. En jij roept vloggen. Natuurlijk van, oh, dat moet je doen, want dat is hartstikke leuk voor je interieur. Ja, dat klopt. Dat en klopt. Wordt het steeds meer, denk je, in de toekomst? Ja, kijk, als ik zie bijvoorbeeld de meubels die wij ook verkopen, hè, bij de klant. Dan praten we bijvoorbeeld heel eenvoudig over een eetkamerstoel. Het is gewoon echt moeilijk om bijvoorbeeld een goed zitmeubel te vinden. Die gewoon lang meegaat, goed zit, goed in opbouw is. Nou, dan zeggen we bijvoorbeeld, pakken we een merk als Interieur DMF. Die heeft gewoon hele mooie stoelen, die zijn met singles opgebouwd. Mm-hmm. Nou, dat weet je ook wel, dat is gewoon echt een beetje een ouderwetse manier. Maar dat zit gewoon fantastisch. Ja, dat is een stoel, die koop je één keer. Maar die laat je over 10 jaar, laat je die weer herstaferen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Henk, volgend jaar bestaan jullie 100 jaar. Dat wordt vast... Nee, 2022. Excuus, ik dacht al dat 300 jaar. Jullie zijn bijna 100 jaar, het wordt vast een feestje. Ja. Is er al een opvolger? Op dit moment nog niet in beeld. Nee. Dat zou jammer zijn, dat toch? Dat zou jammer zijn, maar goed. Je weet dat het nooit, kan, dat kan altijd nog. Oké. Okay. Mag ik jullie bedanken? Het is het einde van het programma. We zijn er al helemaal weer door. En succes wensen. Dankjewel. En kondig ik af en zeg ik dat dit Ondernemer in Drenthe was. Tot de volgende keer.